Rushing and racing and running in circles, moving so fast and forgetting my purpose. Blur of the traffic is sending me spinning, getting nowhere. My head and my heart are colliding, chaotic pace of the world. I just wish I could stop it. Try to appear like I've got it together. I'm falling apart. FIT, dat is een stichting, de stichting die zich bezighoudt met innovatie vanuit de lijn leren, wonen, werken, zorg. De leden van de stichting vormen een redactie en vanuit de redactie proberen we onderwerpen, interessante personen te programmeren in deze show. Deze show komt 6 keer de komende tijd. Op een gegeven moment zei een van zijn bewakers tussen die interviewsessies door van Frank, ga nou eens aan de overkant van dat grote zwembad in de tuin staan. Ik zeg, waarom? Hij zei, nou, doe dat nou maar. Want dan komt de heer Heineken, die heeft een geweldig oog voor innovatie. Die komt dan naar ons toe en die zegt, jongens, druk op die knop. Oh nee, dat doen we niet. Dan moet je wel echt selectie doen. Zullen we kijken of er dan toch nog iemand zit die gewoon echt is gekomen voor, vanwege belangstelling voor het onderwerp? Ik zou het doen. Even is er iemand die zegt, ja, ik ben toch eigenlijk voor het onderwerp gekomen. Er is hier niemand gekomen voor het onderwerp. En daar begint het probleem. En ook misschien de oplossing. Ik wist dat die bedrijven meer geïnteresseerd waren in elkaar. Ik zei, nou en dan? Nou, zeiden ze, meneer Heineken die heeft dus op de vloer van het zwembad een hele grote doorzichtige kunststofplaat laten monteren. Met een hefboommechanisme. En die plaat die komt dan omhoog, zo tot 1 centimeter of 10 onder het wateroppervlak. En als jij dan aan de overkant van het zwembad staat, dan wandelt Heineken als Jezus over dat water. Dat vindt Heineken nou innoverend. En ik heb me heel vaak afgevraagd, waarom wil die man op dat industrieterrein al die partijen samenbrengen en waarom wil die innoveren? Om met Mieke Telkamp te spreken, waarvoor, waarheen, waartoe, Jisk? Allereerst, zij hebben in een uitgebreide review vastgesteld dat deze regio heel veel USP's heeft, unique selling points, maar... En ik geloof echt dat het mogelijk is om, nogmaals weer, vanuit leren, wonen, werken, zorg, die verbinding, als je dat met elkaar bij elkaar brengt, dan krijg je nieuwe ideeën. Ze hebben gezegd, als je niet kiest, geen focus hebt, krijg je geen kritische massa, krijg je versnippering van energie en van tijd en van geld. U kent die argumenten. Dus het argument was en de keuze en het advies was echt te kiezen. Dat zou prachtig zijn. Ja. Maar aan de andere kant zijn er ook denkers en innovatieve gedachtes, ook hier in deze zaal, die ook in staat zijn om die verbindingen te leggen. Ik wou aan de hand van zonnepanelen, eieren en kathedralen vertellen hoe je dat doet. Of wil je, en daar is de boord voor, echt een iconisch initiatief van de grond tillen. Een iconisch initiatief, maar liefst. Ja, als je mijn presentatie laat afmaken, krijg je het te zien. Het is niet gering. Ja. Maar ik neem aan dat je voor innovatieve ideeën, voor de uitvoering ervan, heb je natuurlijk gewoon hardcore cash nodig. Zitten die mensen vandaag ook in de zaal? Ja. Wie heeft de cash? Wij hebben een hele belangrijke meerwaarde voor uw publiek die hier naar u toe komt. En dat op dit moment gebeurt dat. Die ziet er gewoon de aantal mensen dat hier ook internationaal Haarlem bezoekt, die gewoon verdubbeld. En kun je dat als overheid alleen? Moet je daarop sturen? Nee, dat kan je niet altijd op sturen. Maar je kunt het wel accommoderen, faciliteren. Ja. En het netwerken is dan ontzettend belangrijk. Ik wens je dat natuurlijk van harte toe. Ik ben duurzaamheidsambassadeur van de gemeente Haarlem. Dus ik sta alleen maar te juichen bij dit soort initiatieven. Moet absoluut de doorgang vinden. En laten we ze nou eens gelijk een enorme boost geven. Dat is best een probleem, want het is een monument. Het is 75.000 kubieke meter koude lucht. En hoe je dat moet doen, dat weet niemand. Maar we hebben een oproep gedaan aan dat netwerk van die 26.000 mensen. En gevraagd, is er iemand die deze meneer kan helpen? We hebben een wedstrijd uitgeschreven. En ineens zat er een andere nudger, Ruud Lubbers, in de jury. En kwam er een groot ingenieursbureau die wilde technisch advies geven en noem het allemaal maar op. En de winnaar van de wedstrijd, van deze wedstrijd... Holy warming. Was deze meneer rechtsonder, inmiddels ook nudger, een architect uit Tilburg. Deze meneer zei, je hebt hier eigenlijk een heel groot koelding. Stel je nou voor dat je dat datacenter onder die kerk bouwt, dan kun je de koude lucht van de kerk gebruiken om datacenter te koelen.
En wat er overblijft, dat geef je terug aan de kerk. Het vooronderzoek is inmiddels afgerond. En het blijkt dat niet alleen de kerk daarvan het hele jaar op 20 graden kan blijven, maar 300 huizen in de directe omgeving. Wat zou nou een absolute kutvraag zijn aan de zo'n zaal? Weet je überhaupt waarvoor je bent gekomen? Ja, laten we dat eens vragen.